Om te zien waarom de RB16B van Max Verstappen zo snel is, moeten we eerst naar de motor kijken. De nieuwe krachtbron heeft meer vermogen en is tegelijkertijd kleiner geworden en kan lager worden ingebouwd in de auto. Dat is de droom van elke ontwerper. De toegenomen paardenkrachten komen vooral doordat Honda de motor efficiënter heeft gemaakt. Er komt meer vermogen uit zonder dat de motor meer benzine verbruikt. Daarnaast is het door Verstappen zo vervloekte clippingprobleem opgelost. Dat betekent dat het hybride systeem van de motor eerder stopte met meehelpen dan bijvoorbeeld bij Mercedes, waardoor de auto vaak ergens op het rechte stuk opeens 160 pk tekort kwam. Nu draait de elektromotor die aan de gewone motor vastzit veel langer mee. Dat de motor kleiner is, heeft twee grote voordelen. Ten eerste is het zwaartepunt van de auto daarmee als geheel lager, wat het bochtenwerk ten goede komt. En ten tweede zit de motor nu veel compacter ingebouwd in de auto, waardoor het bodywork er strakker omheen kan. Dat levert minder luchtweerstand op en betekent bovendien dat de lucht dankzij de colaflesvorm van de auto beter over de diffuser aan de achterkant kan stromen. Die werkt daardoor beter. Om te zien wat de diffuser precies doet, moeten we naar de buitenkant van de auto en dan vooral de onderkant. De vloer zorgt er namelijk voor dat de auto min of meer wordt vastgezogen aan het wegdek. De RB16B staat extreem ver voorover, wat de rake van de auto wordt genoemd. Onder de auto wordt de luchtstroom versneld in een steeds groter wordende ruimte, waardoor er onderdruk ontstaat. De meeste onderdruk wordt opgewekt aan het einde van de vloer, waar de diffuser zit. Dit proces werkt alleen als er geen lucht van buitenaf bij kan komen. En daarom zijn de randen van de vloer heel belangrijk. Een groot deel van de aerodynamica van de auto is erop gericht om dit met vortexen, draaikolken van lucht, af te sluiten. Als dat lukt, levert de vloer een groot deel van de neerwaartse kracht waarmee de auto op het asfalt wordt gedrukt. Hoewel de vloer dit jaar smaller moet zijn, werkt dit bij Red Bull goed. Om de werking van de diffuser verder te verbeteren, heeft Red Bull de achterwielophanging veranderd. De draagarmen zitten nu grotendeels achter de aandrijfas en zitten daarmee minder in de weg voor de luchtstroom over de diffuser. Hoe meer lucht er over de diffuser stroomt, hoe beter deze in principe werkt. En zo kan Verstappen dus sneller door de bochten.